De storm die dinsdagavond door Nijmegen raasde, heeft voor de nodige ravage gezorgd in de stad. Het KNMI had code oranje afgegeven en het werd afgeraden om naar buiten te gaan. Op meerdere plekken in Nijmegen was de overlast fors. Zo werd een terras op het Koningsplein door elkaar geschud, blokkeerde een omgewaaide boom de Muntweg en liepen auto's in de wijk Hees schade op. Het is nog niet bekend hoe groot de totaalschade precies is. In de omliggende gemeente viel de schade mee.